Moest je er niet iets met de graspen uit doen? Welkom mensen, welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Koken met Joes. Mensen, vandaag luister, kom dit erbij. Mm-hmm. We gaan vandaag iets maken wat heel simpel te maken is, wat iedereen kan maken. Stel je voor, je hebt de hele dag gewerkt, je komt thuis, je kinderen schreeuwen, man die loopt op de bank te flippen, te schreeuwen, te stinken. Mm-hmm. Je hebt niet veel tijd om te koken. Dit gerecht zou je in principe binnen 10 minuten kunnen maken. Ik heb het gekeken van mijn voorbeeld Gordon Ramsay. Ik kijk heel veel filmpjes van hem, vooral als ik aan het eten ben. Want dan, ik weet niet of ik de enige ben en ik zeg dat tegen mensen in mijn omgeving, want mensen zeggen dat ik gek ben. Als ik een broodje pindakaas eet en ik zie Gordon Ramsay zo koken, echt zo bezig op die chef-kokprogramma, 24 Kitchen, noem het allemaal maar op. Ik weet niet, die broodje pindakaas proeft naar kreeft en caviar of zo, alles door elkaar. Ja, jij lacht, maar dat is echt zo in mijn hoofd. Mensen, we gaan hamburgers maken. En we gaan niet zomaar hamburgers maken. Nee, dit is de eerste keer dat ik deze hamburgers ga maken. Dus welkom, een nieuwe aflevering, Koken met Joes. Kom, we gaan de ingrediënten doornemen. Allereerst heb je gehakt nodig. Ik heb een eitje, deze is optioneel. Dus hoeft niet per se, maar we hebben een eitje. We hebben een ui, we hebben chilipeper, we hebben cheddar kaas. We hebben sujuk. Ik zag in dat filmpje van Gordon Ramsay dat hij bacon gebruikt. Alleen ja, bacon, varken, hier toch. Dus ik dacht deze variant, ik wil hem gewoon proberen. Ik weet niet of het werkt, we gaan hem proberen. Als die goede is, dan horen jullie dat zo meteen. Wat hebben we hier? Sambal oelek, mayonaise, zout, peper. Allereerst gaan we beginnen met deze runder, met het runder gehakte gedeelte. Ik heb niet veel gedaan, omdat ik ook omdat je niks eet. Ja, dat sowieso, maar ook verspilling, ik hou daar niet van. Ik wil niet dat je moet niet, ook voor de mensen thuis, niet te veel hele tafel volgooien. En dan uiteindelijk, ja, blijft alles over en wordt niks gegeten en die dingen. En mensen hebben meestal na inkomstsoep zitten ze al vol. Dus we gaan gewoon dit maken. We doen wat zout en peper erbij. Wat zout. Hoppa. Ik mag jou niet helpen. Je mag mij niet helpen, nee. Oh. Wil je mij helpen dan? Zout en peper erbij. Zo. En dan vervolgens, wat we gaan doen is, we gaan deze ei erbij pakken. Het is de bedoeling dat we alleen die eigeel, die dooier, snap je, de rest wordt niet gebruikt. Waar ga je die eigeel inzetten? Hierin. Oh, gelijk? Gelijk. Oké. Okay. Ja, de techniek. Maar moet je niet die eigeel zeg maar eerst zo en dan erin gooien? Gordon Ramsay doet dat niet. Okay, Gordon Ramsay heeft 30 miljoen restaurants over de hele wereld. Sorry. Jij beheert alleen deze keuken. Oh, ja man, ik volg Gordon Ramsay mensen. Dat is echt mijn hart. Oké. Okay. Aha. Oké. Ik kan gewoon met je hand, je weet toch? Gewoon netjes zo. Die gaat erin. Goed mixen door elkaar, die zout, die peper. En ook die ei. En ook dat ei-geel moet alles goed door elkaar. Ja, het gaat te heftig aan toe hier. We gaan dit in de vorm van een hamburger maken. Mm-hmm. Ja, kijk de techniek. Staat 2 minuten in de keuken, voelt zich gelijk worden Ramsay, hè? Moest je er niet iets met de graspen uit doen? Nee, niet graspen ui. Wat dan? Terug, wacht op graspen. Ga terug. Ik wil die niet helpen, ik dacht ik ga niks zeggen. Ja, vergeten, sorry mensen. Geheime techniek is ook dat er een chili poeder. Nee, niet chili poeder. We hebben een chili peper, mensen. We hebben dit ding. Dit is voor als je een beetje van die spicy houdt, een beetje van die pittige dingen. Wij houden wel van pittige dingen in dit huis. Dus, hoe werkt dit? Je hebt verschillende, ik weet niet wat je nodig hebt. En moet je niet snijden ofzo? Wat moet ik? Ja. Kijk, je hoeft niet die hele chili peper erin te gooien. Een beetje gewoon, waardeer je dat toch? Waardeer je dat toch? En als het niet lekker is? Ja, dan hebben we pech bij de eten. Want je hebt tegen mij gezegd, ik wil dat je niks anders maakt vandaag. Ik zei nog, moet ik iets maken voor het geval dat het niet lekker is? We hebben alleen soep. Ja. Ah, dat is soep hoor.
Ja, voor jou niet erg. We hebben hier twee mooie hamburgertjes. De ene iets groter dan de ander. Nou, maar op zich ziet er wel goed uit voor de vorm. Ziet er goed uit. De uien. We gaan even de ui snijden. Wat? Nee man, ik ga niet huilen. Heb je ooit een ui gesneden? Nope. Het is de bedoeling dat... Komen we het eraan al? Dat de stukjes... Ik heb mijn ui nog nooit zo gesneden zoals jij dat nu doet. Dik zijn, ze moeten dik zijn. Gordon Ramsay, hij zegt, mij moet dik doen. Ik heb gisteren gesproken. Hij zegt, je moet dikke... Wat een mes zeg. Zo. Er is een ander. 30 miljoen messen daar in het blok en wat geeft ze mij? Ze geeft deze dingen voor zo. Zie je? Mijn ui straft jou. We gaan die uien namelijk zo karamaliseren. Karamaliseren! Weet je hoe dit die shit heet? Hij zegt, it's getting caramelized. Doe maar. Zo, spreid even een beetje de olie. En ook bij de uien. Klein beetje zout. Klein beetje peper. Voor die flavor. En nog, oh ja, om te flippen. Heb je die ding daar? Ja, die spatel. Ja. We gooien de uien. Daarnaast. Hè? Ik zei die ding. Die ding. Kijk. De uien die gaan ook hun ding doen. Mm-hmm. Zo. Ook voor die smaak, ook voor die flavor. Mayonaise mensen. Mayonaise. Oh. Zo. En nog voor die wit toch? Mm-hmm. Voor die liefhebbers. Die sambal oele. Kijk. Daar doe je. Een dingetje van. Zo. We hebben al een beetje die, je weet toch? Mm-hmm. Die spice zit al in die burger. Mm-hmm. Dus als die saus dan ook nog eens heet is, lekker. Dan overheerst dat, snap je? Ja, dat is wel waar. Okay. Dus dit is de saus voor straks op het brood. Oh ja, het brood moet er ook zo bij. Ja, kijk. Zo, gaat super snel. Ik zeg toch? Oké, je ziet de uitjes gaan ook lekker. Pakken even brood erbij. Je kan ook die grotere mes gebruiken voor de. Voor ja, ik weet voor brood, maar even snel jellen zo. Oké. Het ruikt wel lekker. Ja, toch? Ja, we moeten. Even kijken. De gaten houden. Deze. Oh ja, dat was jouw truc, zei je? Of Gordon Ramsay. Truc van Gordon. Deze gooi je er ook eventjes in. Laat je al die smaak zo intrekken. Beetje zout, beetje peper. Ik doe het uit mijn hoofd, mensen. Ik heb dat filmpje 1-2 keer gekeken. Ik doe het uit mijn hoofd. Dus als ik iets vergeet, dan zien we. Beetje zout voor die flavor. Zo. Een beetje... De zwarte peper erbij. Open alvast die cheddar kaas, want hier komt het hoor. Zal ik even voor jou pakken? Waar je je burgers op kan zetten? Nee, maar, ja, kan. Toch? Je gaat ook met kaas eten, toch? Ja, zeker. Kijk, deze gooi je er alvast zo op. Nu al? Hij is zo klaar. Nee, omdat het doorkwam nog best wel rood was. Rood. Toch van die. Kijk eens. Zo, kijk, zie je die smaak. Wajo. Kijk die cheddar zo erdoor. Wajo. Pak close-up. Pak close-up, vrouw mensen. Pak. Hey. Doe close-up maken, die close-up. Doe dichterbij. Ik weet niet hoe dat werkt. In die ding. Filmen. Leren filmen. Ook bij het sausje. Kun je nog een beetje. Weet je wat echt typisch Yusuf is? Nou. Zout. Zout en peper. Overal moet zout bij jou. Maak je echt hoeveel season. Zout? Seasoning, it's important to season. It's important. Mm-hmm. Hier, doe je dan eerste laagje, doe je een beetje. Ik wil wel veel saus.
Mm-hmm. Eenmaal veel saus komt eraan. Mm-hmm. Oeh. Heel te veel, hè? Ja. Je kan ook tomaat erbij doen als je dat wilt. Wij zelf houden niet echt van tomaat. Eigenlijk het recept is met tomaat, maar mm-hmm. wij houden dat zoals alle hamburgers. Ja. Sla heb ik al, is al gewassen, is al een beetje een dinges. Doe je. Sla heb ik al, is al een beetje dinges. Ja, dinges. Je weet toch? Even kijken. Even kijken hoe het met onze burgers gaat. Sa, ze zijn al ready hoor. Kijk. Dan ben ik vergeten of nu eerst de uien moet of eerst de burger. De sujuk! Oh. We zijn de sujuk vergeten, mensen! Maar, ja, ben benieuwd. Zo. Willy, willy, willy. Aha. Stefan is gewoon... Geen grappen! Oh. Geen grappen, papito! Kijk eens die uien. Kijk hoe gekarameliseerd ze zijn. Kijk, 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 kijk. Doe je zo. Ja. Wat denken jullie? Wat denken jullie? Weet je waar ik dan van ben? Yusuf, hoe zit het niet? De karoon. Zo. Er zijn niet te veel. Ik hou er niet zo van. We zijn nog niet klaar mensen, want ik heb nog die sujuk. Dat is die secret, secret, secret. Die gooi je hierop. Hè. Wahid. Hede. Josh. Kijk, 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 kijk. Zo. Maak er nog één. Ja, nu wil je wel, hè? Ja. Nu wil je wel, hè? En dat is die hongerige mens altijd. Yeah. Zo. Ja. Yeah. Zo. Close up. In hoeverre dat kan? Mensen, ik weet niet van jullie. Ik weet niet van jullie. Waanzinnig knieuw. Lus, waanzinnig knieuw. Gezellig! Gezellig burgers! Eerste keer! Die? Eerste keer! Kijk, kijk, kijk! Oh, nee, kijk, kijk! Woe! We gaan hem zo meteen testen, dat filmen mensen, je ziet het. Hoe lang heb ik erover gedaan? Ja, dat is best wel snel. Het is echt een zware burger, hè? Kijk! Ras een trefee-etage, hè? Drie etages, hè? Ja, wat denk je? Ja. Oké, mensen. Voordat ik ga beginnen met de hrera, ga ik eerst even de burger testen voor jullie. Want wij willen natuurlijk ook gewoon normaal kunnen eten. Het is al tijd. Bismillah, bismillah, bismillah. Even kijken deze kant, ja. Ik ben heel benieuwd. Binnenkant? Is het lekker, Isse? Ja, is het echt lekker? Eigenlijk moet ik een hap nemen en dan zeggen of het echt lekker is. Okay. Ik ga jij zeggen lekker. Geef me de camera. Oké. Okay. Eerlijk. Is lekker of niet lekker? Mm-hmm. Is lekker. Ja? Zeker. Ja. Dit is eentje die ik vaker ga maken. En makkelijk. Ik geloof er helemaal niks van. Hè? En net als in iedere video heb ik beloofd deze maand iets terug te doen ook voor de mensen. Maar ik heb ook jullie hulp nodig mensen. Er is namelijk een 12-jarig meisje in Marokko. Ze woont in Eschdir. Zij heeft een hersentumor. En daarnaast heeft ze ook nog eens hartproblemen. Familie heeft het niet breed. Ze hebben geen geld om operaties, al die dingen te verrichten. Ze moeten elke keer naar Rabat gaan. Dat kost natuurlijk ook weer heel veel geld. Daarom wil ik jullie vragen of jullie iets kleins kunnen doneren. Ik heb een tikkie aangemaakt, speciale tikkie. Link staat in de beschrijving. Wat je kwijt kan. Ik heb expres bedrag opengelaten. Je mag zelf bepalen hoeveel je wilt geven. En omdat ik ook natuurlijk wel wat terug wil doen voor jullie. Het hoeft niet per se. Het mag wel als jij een tikkie hebt overgemaakt. Al is het 1 cent, 10 cent, 1 euro, 10 euro, 100 euro. Maakt allemaal niet uit. Stuur mij een screen daarvan via Instagram DM dat je iets hebt overgemaakt. En dan maak jij kans op 50 euro cadeaubon. Maakt niet uit waar. Naar jouw keuze. Zacht ik. Dat is iets wat ik dan ook wel... Ik weet toch, weer terug wil doen voor jullie. Het hoeft niet per se, hè. Je mag jezelf vrij voelen om gewoon te geven. Ook als je geen 50 euro cadeaubon wilt hebben. Is gewoon iets wat we ook extra willen geven aan de kijkers thuis. En voor de rest wil ik jullie bedanken voor het kijken. Vergeet natuurlijk niet om te liken. Vergeet natuurlijk niet om een reactie achter te laten. Vergeet natuurlijk niet iets kleins te doneren in deze mooie maand. En vergeet natuurlijk niet om dingen te vergeten. Want zoals jullie weten, sluit ik altijd af met een...
Pauw!